Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de KNVB-beker halve finales en natuurlijk in de speelronde 28 van de Eredivisie. PSV won nipt met 2-1 van Spakenburg en ook Ajax won met 2-1 en die wonnen van Feyenoord. Dus de finale zal zijn PSV tegen Ajax. In de speelronde 28 van de Eredivisie won FC Utrecht met 1-2 van FC Groningen. Vitesse won met 2-0 van Go Ahead Eagles. AZ ging 0-1 onderuit tegen Sparta. PSV tegen Excelsior werd 4-0. Heerenveen won met 2-1 van Volendam. FC Twente, Cambuur werd ook 4-0. Emmen tegen NEC werd 0-0. Ajax, Fortuna werd 4-0. En Feyenoord won met 5-1 van RKC. Dan is dit op dit moment de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 67 punten. Dan komt Ajax met 59 punten. Ook PSV heeft 59 punten. AZ staat vierde met 54 punten. Dan komt FC Twente met 51 punten. Sparta op de zesde plaats met 49 punten. Dan komt FC Utrecht met 42 punten. Heerenveen staat achtste met 38 punten. Dan komt RKC met 35 punten. Ook NEC heeft 35 punten. Fortuna op de elfde plek met 32 punten. Go Ahead Eagles twaalfde met 30 punten. Vitesse en Volendam met 27 punten. FC Emmen staat 15e met 25 punten. Dan komt Excelsior met 24 punten. FC Groningen staat 17e met 17 punten. En Cambuur onderaan met 16 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Ik heb er 7 gedaan, want op de plaats 8 stonden meerdere mensen. Ik zelf sta nog steeds bovenaan. Ik zie dat ik de punten ben vergeten. Die zijn te zien in de beschrijving, zeg maar, in het linkje. Dus als je de punten graag wil weten, kun je daar even kijken. Ik zelf sta bovenaan. Dan komt Stan op de tweede plek. Jurgen staat derde. Thomas op de vierde plek. Joey op de vijfde plek. Games staat zesde. En op de zevende plek Lars. De volledige stand is te vinden in de beschrijving. En Stan staat op dit moment op de tweede plaats. En hij is weekwinnaar geworden. Je bent goed bezig, Stan. De wedstrijden die we gaan voorspellen zijn voor de Europa League Feyenoord tegen AS Roma en AZ gaat uit naar Anderlecht. En dan speelronde 29 van de Eredivisie hebben we de wedstrijden Excelsior tegen Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk tegen FC Groningen, Sparta moet thuis tegen Heerenveen, dan komt NEC tegen Vitesse, FC Utrecht moet tegen FC Twente, Volendam ontvangt PSV, Cambuur thuis tegen Feyenoord, Ajax moet thuis tegen FC Emmen en Fortuna ontvangt AZ. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.